Mijn gast. Hij was een van de drie mannen van Jiske Vet. Zijn boek Het Diner werd maar liefst 3 keer verfilmd. En hij stond op de bestsellerlijst van de New York Times op nummer... 9. Maar dat is ook al heel erg goed. Hij is bij ons met groot nieuws. Dames en heren, laat je horen voor Herman Koch. Welkom. Wat leuk. Ja. Leuk dat je er bent. Ik moet meteen zeggen, jij komt eigenlijk nieuws brengen. Ja. Ja, meestal begin ik met hoe gaat het. Maar ik wil eigenlijk gewoon wel meteen to the point. Wat kom je doen? Ik kom een boek presenteren, een nieuw boek. Wat voor mij uitgegeven is, dat de titel draagt Het Koninklijk Huis. Een modern koningsdrama. Ja. En dat boek, dat komt morgen uit. Maar dat is helemaal nergens aangekondigd geweest. In boekwinkels of in catalogie van uitgeverijen. Dat is zomaar opeens als een Beyoncé'tje. Ja. Wordt het... Je vergelijkt jezelf met Beyoncé. Ja. Ik heb hem ook. Waar is hij? Dit is het Beyoncé'tje. Dit is je nieuwe roman. Dus het is een roman? Het is een roman. Ja. Maar wacht even. Dan moeten we even terug naar de manier waarop je het doet. Want... waarom wilde je het als een bom droppen en niet gewoon via de normale manier? Ik weet niet of mensen het weten, maar het is inderdaad dan een aankondiging van de uitgever... en dan recensies al van tevoren en leesexemplaren. Ja, van tevoren en alles. Nee, ik wou dat eigenlijk wel... daarom zit ik ook wel hier. Ja, ik snap het. Natuurlijk. Ja. Zo gezellig is die nou ook weer niet. Als er een Beyoncé'tje is, dan komen we altijd hier. Snap ik wel. Nee, maar... het is ook zo dat je... dat het prettig is dat er niet te veel... discussie aan vooraf gaat aan zo'n boek. Dus stel, daarom bedoelde ik ook hier... omdat je in een ander programma... dan denken ze, Koch die heeft een boek geschreven over een koninklijke familie... en het is een romanvorm. Wie gaan we daar eens bij uitnodigen... voor een leuke discussie over de monarchie? Oh, en aangezien wij hetzelfde denken over de monarchie... is er geen discussie mogelijk. Bij ons zijn weinig gevaren, inderdaad. Nee, maar niet ook dat. Weet je wel? Ik wil gewoon dat boek... zonder enige discussie op de markt brengen... zodat de mensen het gewoon tot zichzelf kunnen nemen... en pas daarna al die meningen die ze dan gehoord hebben... in kranten of radio en tv. Ja, wauw, wat een goede manier. Ik ga het de volgende keer ook zo doen. Dus ga ik daar zitten en dan... Nee, oké, nou ja. Maar doe je ook... want het hele circus doe je niet ook geen boekpresentatie? Geen boekpresentatie, dat kan dan ook niet. Want er zijn dan ook... mensen, dan zou je dat nu gisteren hebben moeten doen. Maar in de tuin van een uitgever. Ja, precies. Van die blauwe, witte je kent het wel. Ja. En dan staan die biertjes staan al warm te worden daar. Ja. Terwijl er iemand nog een toespraak aan het houden is. Ja. En dan gaan die mensen naar huis met dat boek. En er zijn natuurlijk altijd een paar bij die hun mond niet voorbij kunnen praten. En daar moet je dan langs. En daar moet je dan mee afrekenen zoals het hoort. Ja, dat gaat misschien vanavond nog gebeuren met mensen uit het publiek. Want we nemen dit ietsje eerder op. Ja. Dus ze moeten allemaal contract tekenen zo. Maar oké, dan gaan we snel naar de inhoud van het boek. Ik heb hier een monarchist uitgenomen. Nee. wat kun je erover zeggen? Gaat het over ons koningshuis? Nou, ik heb een beetje een mengeling genomen van het Engelse en het Spaanse en het Nederlandse koningshuis. Ja. Maar voor de Nederlandse lezers kan ik toch wel, die kan ik wel verzekeren dat de herkenbaarheid groot is. Oh, yeah. Dus het zijn wel min of meer de bestaande personen die wij kennen. Alleen dan fictief behandeld. Bijvoorbeeld koning Willem-Alexander heeft in mijn boek... hij heet koning Hendrik, heeft bijvoorbeeld hele interessante gedachten. En dat kun je van Willem-Alexander niet zeggen. Zie je, daar bedoel ik. Dus dan, ik heb ze meer ingevuld. Van. Ik dacht van, wat zouden ze over zichzelf denken? Ja. En daar filosofeert... koning Hendrik ook wel over. Ja, wat leuk. Hij heeft een vrouw, koningin Margarita. Ja, ja. Die ontmoet een man in de binnenstad van Amsterdam. En die krijgt daar misschien iets mee. En die Willem-Alexander... Nee, laat hem niet Willem-Alexander. Nee. Dit is waarom je niet bij talkshows moet gaan zitten. Daarom, ja, zeker niet bij live talkshows. Nee, dit knippen eruit. Nee, ik versprak me gewoon. Koning Hendrik. Dat kan gebeuren, ja. Koning Hendrik, die heeft eigenlijk een voortdurende... Dat geldt voor meer figuren in het boek. Die hebben eigenlijk de twijfel vanaf het begin af aan... die misschien wel een beetje ook tegen de realiteit aanschurkt. Is mijn vrouw
Margarita met mij getrouwd omdat ik zo'n leuke, lieve jongen was, een knappe man was? Of was het koningschap toch ook wel erg belangrijk voor haar? Ja. Op haar beurt denkt Margarita, koningin Margarita, die denkt weer, die interessante, beroemde kunstschilder, vindt hij mij leuk om wie ik ben? Ja. Of alleen maar om aan zijn vrienden te kunnen vertellen dat hij iets met de koningin heeft. Het zou een ding uit de werkelijkheid kunnen zijn. Die gedachten zijn er misschien bij. Die broeier tussen wel. Het laadpalen dingen door. Over echtgenoten gesproken. Jij bent, hoorde ik, getrouwd met een Amalia. Ja. Jouw vrouw heet Amalia. Heet Amalia, ja. En dan is ze ook nog een Spaans. Dus ze klinkt als Maxima, ze heet als Amalia. Ja, ja, zoiets. Ja. Wat vond ze daarvan toen ze hoorde dat onze toekomstige koning zo, koningin zoals... Ja, dat was toch een goed moment, want zij stond onder de douche, badkamerdeur dicht. En ik had dat, dit was dus lang geleden, toen Amalia werd geboren. En ik zag dus gewoon op teletext, prinses heet, gaat Amalia heten. Ja. Dus ik loop langzaam naar die badkamerdeur toen ik roep, Cariño, dat is Spaans voor liefje en... je raadt nooit hoe de prinses van Willem-Alexander en Maxima gaat heten. Zei ze, nee. En ik zei toen, Amalia. En zij zei onder die douche, zei ze, ja, heel leuk, Herman. Want zij kent mij ook al langer dan vandaag. Ja. Dus toen zei ik weer van, nee, het is echt zo. Ik heb het net gezien, ze heet echt Amalia. Je moet me geloven. En toen na 3 of 4 keer zei ze, oké. Ik stond nog steeds onder de douche. Ik geloof je. Toen zei ik, natuurlijk is het niet waar. En daarna kwam zij binnen en hoefde ik dus alleen maar een teletext aan te zetten. Ja, ja. Dat was dan echt het mooiste moment. Ik heb iets, ik weet niet of je het leuk vindt, maar ik vind een boekpresentatie hoort een nieuw boek hoort toch een boekpresentatie bij. Dus we doen een kleintje, goed? Okay. Alleen jij en ik, even kijken. Ik heb hier 2 drankjes. Waarom ook niet? Hier 2 kleine drankjes. Mini boekpresentatietje. Hier bloemen. Gefeliciteerd met je nieuwe boek. Dank je. Dus, dat is wel leuk. Dus, even kijken. En nog. Toch even een klein woordje. Ja. Toch even een speech, alsjeblieft. Dat is het boekje, alsjeblieft. Ja, oké. Okay. Ja. Mm-hmm. Ik overhandig hem je zo. Dus, ja, overhandig hem. Ja. Nou, ik ben erg blij dat we hier allemaal zijn. Ja. Het is misschien wel mijn laatste boek, Arjan. Nee, en ik doe... Ja, het is altijd zo goed met die bloemen, die krijg je. Ja. Misschien, jij hebt vast ook wel eens bloemen gekregen in theaters. Ja, zeker. En dan ga je daarmee naar huis en dan ga je naar het station. En dan sta je op een perron. Ja, als je geluk hebt, ga je met een auto. Dat moet je ook eigenlijk doen, met een auto gaan. Ja. Maar dan sta je op zo'n perron. Leuk dat je nog steeds kijken in de microfoon praat. Ja, ja. Ja. Ga door, ja. Ja, nee, ik ben nog bezig ja, met de presentatie. Ja, ik weet het, sorry. En dan kijken mensen je zo aan van, wat is dit? Een jubilaris? Of heeft hij net een nieuwe ijskastprincipe uitgevonden. Of het is die, je bent die man met die bloemen. Ja. En je ziet er ook niet uit dat je zo'n bos bloemen hebt gekocht omdat je iets goed te maken hebt daar. Nee, en ook niet of je ze verdient. Of zo. Nee, het is een mismatch. Nee. Nou, dan ga ik je nu het boekje overhandigen. Nou, wat ik mooi, vind het wat heel leuk gemaakt, dat je hier je mini-boekpresentatie hebt willen houden. En ja. We gaan met te veel aandacht lezen. Dankjewel. Okay. Herman Koch, dames en heren. Leuk dat je er was. En jullie bedankt voor het Dankjewel. Komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Hoi. Hey, hallo mensen. Ik moet jullie iets vertellen. Ik ben namelijk ergens achtergekomen. We doen namelijk na de avondshow ook altijd nog voor de lol samen met de gast even een spelletje. Gewoon onder elkaar. En nu blijkt dat het steeds gefilmd is. En dat dat allemaal gelekt is naar NPO Start. Raar, toch? Nou, wil je weten waar ik het over heb? Kijk dan zelf maar even op NPO Start.